Welkom bij de maandvlog van mei. Vandaag gaan we even wat recht zetten. Oké. Een evenement wat mij heel erg is bijgebleven is de rollatorloop. Ik vond de rollatorloop heel gezellig. Bij rollatorlopen heb ik de stempelkaarten gegeven. Heb ik eerst de eventkant geholpen, de inloop en registratie met hun gedaan. En daarna ging ik foto's maken van de rollatorloop zelf. Deze editie was veel groter dan de vorige. Er kwamen bijna 400 ouderen langs, wat echt super gezellig was. Ik heb heel veel grappige dingen meegemaakt. Maar het grappigste was vooral een oma die rondjes wilde blijven lopen, zoals het eigenlijk gewoon van het veld gehaald worden. Dat op een gegeven moment gewoon klaar was. Er waren poffertjes. Na de afloop was er bijvoorbeeld een advocaatje. Nou, dat vinden ouderen natuurlijk helemaal lekker. Tarek die heeft een leuke verloopbureau rap gegeven. Ik ben Floortje. In het Engels is dat Doortje. Ik ben met Miracle, dat is een miracle. Wat zeg ik daarna? Oh ja, en er kwam de fanfare. Dat was zo leuk. En die had echt veel passie in wat hij deed. Dat is heel grappig om te zien. Ik denk wel Tarek en Nathan je drukste waren. Sorry. Ik bedacht je daaruit om één dag gewoon serieus te zijn. Een hele dag zonder domme opmerkingen te maken. En Dunja ging in zo'n karretje ging ze even 10 meter rijden. Toch, doe je? Yes! Voor alle mensen die hebben meegedaan aan de rollatorloop, jullie hebben het allemaal super tof gedaan. Blijf vooral lopen met je rollator. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. En kom zeker weer in, volgens mij oktober is weer de nieuwe editie bij de volgende rollatorloop. Geen period. Johan Cruijff Educatie. Hadden we een 25-jarige jubileumfeest georganiseerd. Dat hadden we gedaan op de Jaap Ede-band. 25 jaar. 25 jaar Cruijff ging over Johan Cruijff Educatie, wat hier bij ROC Zuid zit. Wat ik speciaal vond aan het event, dat ondanks de regen, vond ik wel dat iedereen heel erg gezellig nog steeds bezig was met elkaar aan het praten was. Ja, en ik denk dat het ook wel leuk was voor hun om elkaar te zien. Nou, weet ik veel. Sommige mensen hebben elkaar misschien wel heel erg lang niet gezien, want die hebben vroeger dan heel veel samengewerkt. Zag jullie ook wel een beetje? Want ik zeg maar, je ziet Lisa dan in het licht staan, staat snoepjes uitdelen. Op een gegeven moment wordt het donker, snoepjes uitdelen. Op een gegeven moment heeft ze capuchon op, trui aan, want het wordt koud en het is echt gewoon nacht. En ze staan nog steeds snoepjes uitdelen. Dat was echt fucking grappig. Die komt nu in beeld. Hier. Verder hebben we ook 14 stations gedaan. Dus verschillende activiteiten die de gasten kunnen doen. Uiteraard 14, met de reden, want Johan Cruijff droeg altijd nummer 14. Dankjewel. Nou, ik liep met Quincy Miracle, want we moesten een rolstoel pakken, want er was iemand die had een rolstoel nodig. Toen zei ik tegen Quincy volgens mij van, kom in die rolstoel zitten, ik ga je duwen. Dus, en het is ook gefilmd. Nou, die komt nu ook in beeld. Wat ik ook heel leuk vond, was aan het eind van de dag was er een disco, een eindfeest. En de Flowies en zo konden allemaal heel goed dansen. Die hebben ons hun dansskills laten zien. Vooral Jorn. Voor jou, Jorn. Kijk hier, hier. Dus kan je dat zo zien. En dat was het eigenlijk, toch? Ja. Hey, die moet erin, hè? Die moet erin.